Bondscoach van de springruiters Rob Erens heeft sinds afgelopen maandag zijn EK-equipe compleet. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Helaas, vorige week in Dublin valt Tyson uit met een blessure. Op één sprong in het eerste onderdeel in Dublin. Dat is ook weer spijtig. En Karen Bol schuift door nu in het groepje voor het kampioenschap. En Harry Smolders gaat mee met Walne de Muze als vijfde. Dus al met al zijn we nog maar een hele sterke groep, hoor. Maar hoe is dat voor een bondscoach? Dat je denkt van dit, ik heb het compleet en dan gebeurt er nog van alles eromheen. Ja, het is natuurlijk levende haven en er kan natuurlijk elke dag iets mee gebeuren. En ben je bang dat er iets gebeurt, dan gebeurt er altijd wel iets. Je moet toch gewoon door blijven gaan. De paarden moeten toch het ritme blijven behouden voor de wedstrijden. Je kunt ook niet zeggen, we gaan niet meer. En God een ongeluk zit gewoon een klein hoekje. En Tyson was gewoon topfit en het eerste parcours, de kwalificatie voor de grote prijs in Dublin, sprong die eigenlijk fantastisch het inspringterrein in het parcours. Ook aan één sprong voelde Leon bij de afzet dat hij zich een beetje verdraaide. En hij komt niet regelmatig de ring uit. En dat is even weer zuur. Dus dan moet je alles weer gaan herzien. Je moet alles weer kijken. Wat hebben we nog? Wat kunnen we? Maar uiteindelijk blijven we rustig en dan komt er altijd wel weer een oplossing. Dubbeldam, Greven, Van der Vleuten, Vrieling en reserve Smolders reizen nu af naar het EK. Als ik dus nu kijk naar de groep die we nu hebben, dan hebben we drie hengsten en een merrie. En nog een merrie als reserve. Ik denk dat we in het groepje wat voor de medailles op dit moment gaat strijden, dat we eigenlijk ruiters hebben met kwaliteit, met ervaring. Willem Greven is daarbij de enige die nog niet zo heel veel ervaring heeft. Maar met een heel fijn paard die makkelijk te rijden is, die nuchter is, over heel veel kwaliteit beschikt. Al met al zal die groep zich een beetje moeten samenvormen. En ik denk best dat tot een heel goed resultaat kan komen.